Ik denk wel altijd als ik op mijn 27e ook multimiljonair was geworden van mijn tekeningetjes. Dan was de kans groot geweest dat ik zelf ook bij de Club van 27 had gehoord. Bij de Rock Gallery aan de Koningin Emma-kade is een expositie over de Club van 27 te zien. De Club van 27 is eigenlijk niets anders dan een hele serie kunstenaars, met name muzikanten, die op hun 27e jaar aan hun roem en drank- en drugsmisbruik ten onder zijn gegaan. En er zijn een heleboel superbekende mensen bij. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison van de Doors. Ja, een heleboel. Wat ik het leukste schilderijtje vind, is, we staan er vlakbij, een portretje van Jimi Hendrix. De titel is Purple Haze en het is geschilderd door een van onze cursisten. Voor mij is dat de grootste verrassing van de expositie. Door die mensen te tekenen of te schilderen, ja, kan ik ze een soort van vereren. Weet je, het zijn mijn helden en het is gewoon fijn. Ik ben er dankbaar om dat ik dit kan doen eigenlijk. Dat ik ze tot leven weer kan brengen. Het is heel mysterieus, vind ik. Het blijft wel een soort van, blijft altijd zo. En dat heeft wel iets moois. Ja, het is wel iets legendarisch, iets mythisch. En het is ook ergens in Kurt Cobain, het is iets heel triest. Het zijn wel mensen die ik ook muzikaal heel erg bewonder, waarvan ik denk van wat zonde van die talenten. Nou, het is heel bijzonder dat zulke creatieve mensen en zulke goede artiesten dan eigenlijk aan het begin van hun roem, of misschien al op de top van hun roem, besluiten om uit het leven te stappen. En dat snap ik eigenlijk niet. En ik heb zelfs gelezen dat Kurt Cobain graag bij de Club van 27 wilde horen. En denk, nou, wat heb je aan die wens? Want hij maakt hij zelf dan niet meer mee. Volgens mij is iedereen gewoon uiteindelijk aan overmatig doopgebruik ten onder gegaan. Van Jimi Hendrix is bijvoorbeeld bekend. Die is gewoon in zijn kots gestorven. Dus die is natuurlijk knetterstoond geweest en een fles whisky erin geknald. En ik weet niet zelf als dat soort. Maar bij iedereen. Allemaal drank en drugs. Ik denk wel altijd als ik op mijn 27e ook multimiljonair was geworden van mijn tekeningetjes. Dan was de kans groot geweest dat ik zelf ook bij de Club van 27 had gehoord. Vooralsnog zijn er geen Haagse artiesten die zich bij de Club van 27 hebben aangesloten. Hier krijgen we straks vast de Club van 75. Want de hele Golden Earring leeft nog. En de mensen van Direct en Kane en de mensen van Emotions. Een heleboel mensen leven nog van Living Blues. Dus ik mag hopen dat Den Haag de Club van 75. Beter nog de Club van 85 gaat krijgen.